Deze promotieklasse meisjes, en we gaan kijken die nog de puntjes weet mee te sprokkelen voor die stand in de promotieklasse. We gaan kijken naar de goede start van Cynthia Weijberg. Dus zij lijken toch hier in die B-finale maximaal te gaan scoren als zij natuurlijk die voorsprong weten te houden. We gaan kijken namelijk naar de tweede plaats voor Linda Pater, die misschien nog wel een plekje op wil schuiven gelden voor Lisbeth van Nieuwenhuizen. En dan hebben we natuurlijk nog een Chantal Brandt, die vierde positie. Zwaaienberg die nog steeds die compositie pakt in die B-finale en zo dan toch die maximale punten lijkt te gaan scoren hier richting de stand van de promotieklasse. Twee positie die blijft.